Wow, wat was dat? Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video hier op mijn kanaal. Ik ben ziek. Ik sta hier ook weer zoals altijd in mijn onderbroek. Want video's opnemen doe ik altijd eigenlijk in mijn onderbroek. En vandaag zal ik eigenlijk vertellen hoe ik ben betrapt geweest met porno. En ook mijn eerste keer dronken, want die twee verhalen zijn gewoon één ding. Gewoon. Mijn leven is gewoon zo spannend dat er twee dingen in één klap zijn gebeurd. En weet je wat ook spannend zou zijn als we op deze video 400 likes kunnen halen? En dan zal ik zeggen, geniet van deze video. Voordat deze video eigenlijk begint, wil ik even zeggen, als jullie nu in de zetel zitten met jullie mama, papa, broer of zus, steek alsjeblieft oortjes in, want anders zouden jouw ouders of de mensen rondom wel kunnen zeggen, waarom luister je nu naar zo'n fucking retard? Want dit verhaal die ik nu ga vertellen is best wel pittig, ja. Vandaag zal ik eigenlijk vertellen hoe ik de eerste keer ben betrapt met porno kijken en hoe ik de eerste keer zat ben. Dat waren eigenlijk twee verhalen in één keer. Maar toch, deze video gaat eigenlijk hoe ik ben betrapt geweest met mijn eerste keer porno kijken. Ja. Er speelt ook een gameplay af op de achtergrond, want anders zeggen mensen altijd, oh my god, Wouter, je bent zo slecht in Call of Duty spelen, bladibladibla. Wel, deze keer heb ik een gameplay vooraf opgenomen die ik nu kan tonen aan jullie. Elk verhaal begint natuurlijk bij het begin en ik zal nu ook beginnen van bij het begin. Voor de mensen die mij al eventjes kennen, die weten dat ik van de zomer heb gewerkt bij een restaurant. En achter mijn restauranturen ging ik soms iets gaan drinken samen met het personeel of met de collega's bij een strandbar. Dan gingen we daar naartoe, gingen we een beetje bekomen van de dag. En gingen we een beetje praten met elkaar. Dus we zaten daar bij die strandbar, ik had een kalsvers op. En ik voelde het eigenlijk al soort van door mijn lichaam stromen. Want ik ben echt heel rap zat, dat is gewoon zo. Ik nam nog een kalsberg en ik dronk hem op. En dan begon het eigenlijk. De mensen rondom begonnen mij soort van aan te moedigen voor kava's te drinken. Ik nam één kava glas en die meneer zei nog tegen mij, zou je beter geen fles nemen? Ik zei nee, één glas is wel genoeg. Ja, van één glas is er eigenlijk vier glazen gekomen. Dus ik had eigenlijk twee kalsbergs en vier kava's op. Maar als ik zat ben, begin ik echt rare shit te vertellen. Dan kan ik echt emotioneel zijn. Kan ik echt stomme dingen vertellen. Kan ik dom doen. Kan ik echt gewoon de gekke man spelen. En die avond was ik echt KO, hè. Onthoud dat in jullie hoofd, hè. Dus alle dranken waren op. En ik zat er nog in die soort van zetel slash zitzak. Laat ik het gewoon zo zeggen. En ze zeiden iets tegen mij van zoek dat eens op internet. Dus ik nam mijn gsm. Iedereen zat te kijken naar mijn gsm, maar ik ging opzoeken. Ik klikte op Google Chrome. En mijn porno van de dag ervoor stond nog open. Iedereen begon te lachen en zei, Wouter, kijk je daar echt serieus naartoe? Ik wist gewoon niet meer hoe ik mij moest gedragen, laat ik het gewoon zo zeggen. Ja, ze waren echt wel verschoten op dat moment. Dat kan ik jullie echt meedelen. Maar kijk, elke jongen die 14 jaar is, denk ik wel, die kijkt naar vuile filmpjes op het internet. Dat is gewoon zo. Een jongen van 15 jaar die zegt, ik heb nog nooit porno gekeken. Dat kan niet. Dat kan niet. Iedereen kijkt dat. Ik vraag me echt af als er meisjes zijn die porno kijken. Ik vraag me dat echt af. Al de mensen maken daar zo'n grote drama van. Van, ijo, jij kijkt porno. Maar eigenlijk zijn het ook net zoals YouTube-video's, maar een beetje op een andere categorie, ja. Dit was eigenlijk de video. Ik ben eigenlijk betrapt bij mijn collega's op het werk. Maar hopelijk vonden jullie deze video leuk. Vergeet zeker geen blauw duimpje omhoog. Kunnen we de 400 likes halen? Deze video zou super nice zijn. Volg me natuurlijk ook op alle social media. Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat. Gewoon overal iets wouty. Dat zal ik zeggen. Tot morgen bij de volgende video. Hopelijk tot morgen. Bye bye.